Wat een ongelooflijk mooie wekelijkse sluiting van bitcoin op prijsniveau van zo'n 52.000 dollar. En zie ook gewoon even hoe relevant het is om boven deze gele lijn op de weekly te sluiten. Het eerste waar ik zeker nu naar wil kijken, is of bitcoin in staat gaat zijn. Om te voorkomen dat hij dus weer terugvalt onder deze gele lijn. Uiteindelijk een correctie krijgt voordat uiteindelijk bitcoin. ...zich vervolgt in de boelmarkt. Als je de video van gisteren gemist zou hebben... ...waarin ik aangeef wat mijn prijsverwachting is voor Bitcoin en waarom... ...ga die video dan even kijken. Ik link hem ook even hier, want ik ga dit namelijk in deze chart laten staan van Bitcoin... ...terwijl Bitcoin na de halving aan de reis begint naar nieuwe all-time highs. En ik wil vooral dat we tijdens deze reis gaan leren wat de effecten zijn... ...niet alleen van de halving, maar ook van de spot Bitcoin ETF... ...van de inflatie die onder de duim komt en daarmee de renteverlagingen... Uh, hoe dat zich gaat verhouden. Of of nou wel of niet een recessie in Amerika gaat uh, ontstaan. Om uiteindelijk ook te kunnen bepalen. of de, de hele theorie de benadering en benaderingen. mijn visie richting die 150.000 dollar voor, uh, voor Bitcoin. los van diminishing returns en dergelijke. of dat stand houdt. Zodat we ook die learnings weer mee kunnen nemen naar de toekomst toe. Want één ding wat natuurlijk super tof is. om nu al te melden. en wat je nu al weet. er gaat weer een bear market komen. En dan kan je denken. ja, dat moet ik er helemaal niet blij voor worden. Nou, ik word daar eigenlijk wel blij van. En de reden dat ik blij word van die gedachte. is dat. Net zoals in de bear market waar we nu uit zijn, als er straks weer een bear market komt, dat daar natuurlijk weer hele mooie kansen liggen om het dollar cost average in die bear market, om uiteindelijk dus ook op lange termijn je vermogen gewoon op een gezonde manier te laten groeien, maar wel op een snelle manier, want dat kan zeker in de wereld van crypto als je daar een goede approach op hebt. Dus mocht je nog niet geabonneerd zijn op mijn kanaal, vergeet je zeker niet om te abonneren. Laat altijd even een duimpje achter als je de content waardeert en zet de bel aan. Wat zou ik nou willen zien op de korte termijn dat Bitcoin gaat doen en waarom zou ik dat willen zien? Wat mij betreft zou Bitcoin even sideways mogen gaan een aantal weken, waarbij dan de prijs gewoon licht, licht daalt. Ja, nou, tussen de... 48.244 en de 52.000. Dus ergens in uh, het, deze regio tot aan de halving zou ik heel gezond vinden voor Bitcoin om een tijdje te blijven. Waarom? Zodat er weer fundament wordt opgebouwd. Om vanuit daar straks weer flink te kunnen stijgen. Alleen, ik heb ook al in eerdere video's vermeld: naarmate de instroom vanuit die spot Bitcoin-ETF, en niet alleen de ETF, maar vanuit de wereld, de interesse in Bitcoin blijft toenemen. En dus de koopcijfers blijven toenemen voor Bitcoin. Is het niet logisch om te verwachten dat er dus een grote correctie gaat komen? Tenzij dat dus even staakt. En er ruimte is dat mensen winst gaan nemen. Dat longs wellicht geliquideerd worden. En dat we tijdelijk even een correctie zien van Bitcoin van misschien zo'n 15%. En waarom zeg ik 15%? En niet bijvoorbeeld 25 procent, omdat die spot-ETF zorgt gewoon voor continue inflow. Dat drukt ook gewoon verkopen. We hebben dat met de grayscale Bitcoin Trust gezien: dat die enorme verkopen gewoon behoorlijk opgevangen zijn door de spot-Bitcoin-ETF. Want dat is eigenlijk deze correctie van die 49.000 terug naar die 38.000. Dit is die enorme verkoopdruk geweest van de Grayscale Bitcoin Trust. En je ziet het uh, gevolgend resultaat. Die verkoop droogt op. En moet je kijken hoe hoog de Bitcoin nu alweer staat ten opzichte van die 49.000. En de stabiliteit op dit getal. En misschien dat het uh, zakt het iets. Uh, het was uh, zondag, meen ik even iets onder de 51.000. Maar daar zie je gewoon dat als we kijken naar de sluiting. Hoe vol die candles zijn. Wat gewoon enorm bullish is. Daar kan je niet omheen. Mijn target van 37.000 dollar als bodem van een eventuele retracement. Nou, 37.000. Dollar van waar bitcoin nu is, dan praten we over een percentage van inmiddels 29 procent. Ja, dit gaat, wat mij betreft, uh, gewoon niet meer gebeuren. Die kans acht ik zo ongelooflijk klein als je ziet naar de inflow. Enigszins even structuur bouwen op dit niveau, zo boven die 48.000, uh, zou helemaal niet ongezond zijn. En laat ik ook vooral vermelden dat, ondanks mijn theorie en mijn visie op een Bitcoin van 150.000, wat natuurlijk uh, hartstikke fantastisch is als je dat zo ziet, afhankelijk van waar je ingestapt bent, reken je zeker nog niet rijk. Er kan onderweg naar dat target heel veel gebeuren. En uh, daarom gaat ook op korte termijn, in ieder geval, mijn eigen uh, uitstap strategie voor crypto online komen, waarin ik uitgebreid ga uitleggen waarom ik welke keuzes ga maken, zodat je dat kan meenemen in jouw eigen strategie. Het is heel belangrijk dat jij een eigen strategie hebt op basis van jouw eigen situatie. Jouw situatie is sowieso anders dan mijn situatie. We zijn allebei twee verschillende personen. En onze hele levenssituatie ziet er wellicht anders uit. Dus Ongeacht uh, wie ook welke strategie heeft, probeer altijd jouw eigen strategie te bepalen, waarbij je input haalt wellicht van andere ideeën, andere visies, zodat je jouw strategie kunt versterken daarmee, maar heel erg vanuit je eigen vizier blijft bredeneren. Nou, hoe zit het dan met uh, de beurs uh, in Amerika? Links de S&P 500, 500 grootste beursgenoteerde bedrijven uit Amerika, rechts de Nasdaq Tech. Ook altijd cruciaal om te blijven kijken naar de ontwikkelingen van de beurs uh, in Amerika. Wat zien we hier? Super bullish. We zien altijd Time highs van de S&P 500 uh, is duidelijk doorgebroken. En al een aantal weken op rij hogere niveaus aan het zetten. We zien dat ook bij de NASDAQ zo. En als ik kijk naar, naar targets. Ja, ik ben heel erg bullish voor 2024 en 2025. Ik denk echt dat, uh, dat er enorme groeipotentie in zit. In dit patroon wat zich hier uh, toont. Uh, zowel voor de SP 500 als het NASDAQ. En uh, dat betekent eigenlijk vanaf hier zie ik de SP 500 zo nog 18,5% stijgen in de komende periode. En de NASDAQ zelfs nog meer. De NASDAQ stijgt veel al het harder. Nog een keer 46%. En zeker als we dus zien dat de rente verlaat gaat worden, niet in een recessie komt in Amerika. Uh, ja, dan uh, verwacht ik echt dat, uh, dat er voor beleggers uh, het in ieder geval een hele mooie periode gaat zijn. En terwijl de crypto space de 2 biljoen dollar nadert, daar staan we denk ik onvoldoende bij stil. Want die, die 2 miljoen uh, 2 biljoen dollar is echt wel significant. En nou, dan laat ik trouwens gewoon even een, een lijn tekenen op, uh, op 2 biljoen. De altcoins staan, staan in heel veel gevallen nog best wel lager. Dus we zien ook uh, daarmee ook dat de dominantie natuurlijk van bitcoin toegenomen is dat deze prijsontwikkeling, deze waardeontwikkeling van de crypto-space, voor een heel groot deel natuurlijk toe te wijzen is aan Bitcoin en aan Ethereum? En dat maakt dat we, ja, er zit wel een, een, een belangrijk niveau aan te komen. En natuurlijk, 2 biljoen is een belangrijk getal om rekening mee te houden, en de piek was, lag op 3 biljoen. Ja, er speelt zoveel. En ook met de aanstaande halving, de spot Bitcoin-ETF en de adoptie van crypto. En dat is ook mijn hele theorie. En nogmaals, ga die video van gisteren even kijken. Waarbij mijn theorie is dat uh, cryptospace in uh, 2025 kan toegroeien naar, uh, naar 6 biljoen. En ik zou vrij teleurgesteld zijn als dat, uh, als dat niet behaald wordt. Omdat ik vind dat uh, 6 biljoen. Niet een extreem getal is als je het afzet van, van ruim boven de 90 biljoen aan marktwaarde voor, voor aandelen. Dus we kunnen ons ook daarmee voorstellen dat de ontwikkeling van altcoins die we recentelijk hebben gezien, ja, daar zit ook nog zoveel potentie in. Zodra de halving plaats heeft gevonden, Bitcoin gaat naar nieuwe all-time highs, de totale marktwaarde van crypto gaat naar nieuwe all-time highs, dan gaan we zien dat ook altcoins dat er de, zeker in de top 20 van altcoins en altijd weer altcoins die lager nu staan en die doorbreken door populariteit of hype. Maar dat zeker de gevestigde orde, die er al langer zijn, ook verder en, en harder doorontwikkeld zijn. En daardoor ook meer platformen hebben geonboord, meer applicaties hebben geonboord, bedrijven hebben geonboord. En daarmee gaat die waarde ook komen. Dus we hebben nog heel weinig gezien. Dus nogmaals, als je nu nerveus wordt van de huidige prijzen. Probeer dat echt even los te laten, uit te zoomen naar het grotere plaatje te kijken. Want er staat ons nog heel wat te wachten. En ja, er gaan ook nog 30, 40% correcties uh, op je wachten. En zeker voor altcoins. Voor bitcoin zal dat wel in mindere mate zijn. Maar zodra bitcoin nu 15% in de min gaat doen, of 20%, dan kan je je vingers erop natellen dat altcoins wel 40% gaan doen. Dus naarmate het risicoprofiel in crypto toeneemt. Naarmate de marktwaardering van crypto toeneemt. En hier ga ik ook heel vaak bij stilstaan. Dus nogmaals, als je niet geabonneerd bent, abonneer je op dit kanaal zodat je in ieder geval. In, niet in de verleiding gaat komen om continu in die opwaartse momentum bij te kopen. Alleen dat je dan op een gegeven moment gaat wachten op die retracement. Want die gaat gewoon komen. En dat zijn dan eigenlijk hele goede momenten om in zo'n retracement, zeker bij altcoins, top 20 altcoins die dan 30, tussen de 20 en de 40% dalen in, in een periode van misschien een week of twee weken, zijn dat juist de momenten om, uh, om aan te vullen. En niet alleen maar te blijven kopen als die prijs omhoog gaat. Dan kan je beter nog even wachten. Dit is in ieder geval onderdeel van mijn, uh, uh, niet zozeer mijn extra strategie, maar wel van mijn uh, verdere aankoopstrategie als de boelmarkt echt uh, los begint te barsten. Nou, wat is dan iets waar ik zelf ook nog naar kijk? Nou, dat heeft zeker te maken natuurlijk met de ontwikkeling van de dominantie van Bitcoin. Dat betekent gewoon als deze lijn stijgende is, dat je het allerbeste in Bitcoin kunt zitten ten opzichte van alle andere altcoins. Dat is gewoon heel simpel wat deze grafiek laat zien. Als dit in percentage stijgt, is de marktwaarde van bitcoin aan het toenemen ten opzichte en dus ten koste van de rest van de crypto space? Als deze trend uh, wordt ingezet, waarin je ziet dat uh, de dominantie van bitcoin van 73% naar, aan het dalen is naar 60, 50 en lager, dan weet je dus dat de exposure in bitcoin uh, minder verstandig is, qua als je het hebt over rendement ten opzichte uh, van altcoins. Waarbij dit natuurlijk, uh, als we echt in een bear market zitten. Dan wil je natuurlijk helemaal niet je exposure in altcoins hebben, omdat je dan natuurlijk nog harder onderuit gaat. Maar daar zitten we natuurlijk in de komende periode zeker niet in. We praten hier zeker niet over een bearmarkt. We praten hier over een bullmarkt. Dus mijn verwachting is dat zeker naar de halving toe de populariteit in Bitcoin eerst nog verder gaat toenemen. Dus ik verwacht zelf dat de dominantie van Bitcoin niet. Deze lijn van die, uh, van die 48, uh, 47,5% gaat opzoeken. Dat gaat nog even duren. Dus ik verwacht eigenlijk wel in de periode naar de zomer toe, naar, naar juli, augustus wellicht, dat de dominantie nog niet zo snel zal zakken. En daarmee het ultieme all season nog niet begonnen is. Die gaat wel komen. Dus timing daarvan blijft wel, blijft wel lastig. Maar we moeten goed blijven kijken naar de ontwikkeling, eigenlijk in deze in dit gebied. Naarmate van hoe hoog gaat bitcoin nog naar de 60% dominantie toe als de prijs van bitcoin eerst heel hard gaat stijgen. En dat, daar moeten we echt mee wachten, ook tot na de halving. Omdat natuurlijk na de halving er nog 450 bitcoin per dag gemined worden. En als je die allemaal verkoopt op exchanges, ja, dan praat je over een bedrag van zo'n 23 miljoen dollar per dag. Terwijl als je voor 500 miljoen per dag al aan bitcoin aan het kopen bent, alleen al vanuit die spot ETF, dus dat is even los van alle andere spot aankopen wereldwijd, dan droogt die voorraad zo snel op, dat er natuurlijk een enorme prijsstijging voor bitcoin kan ontstaan, en daarmee de dominantie ook omhoog kan gaan. En dat betekent dus ook gewoon dat Bitcoin op dat moment harder gaat stijgen dan altcoins. In mijn eigen overweging, al zou ik nu op dit moment nog een keer denken: nou, ik stop nog een keer 10.000 euro in crypto bijvoorbeeld. dan zou ik wat terughoudender zijn in, uh, in altcoins, omdat. Bitcoin nog steeds de aanvoerder is van deze boelmarkt. En ik verwacht dat ik dan. Dan zou ik bij wijze van spreken eerder die 10.000 in bitcoin stoppen. Die dominantie van bitcoin op zien drijven. En daarnaast, omdat het, stel je voor dat er een correctie komt. Dan zit je met bitcoin natuurlijk het veiligst. En ook je horizon even niet hebben op de komende zes maanden. Ik denk dat je je horizon minimaal 12 maanden vooruit moet zetten. En dus elke euro die, die ik nu investeer in crypto. Is met minimaal de mindset, oké. Okay, dit wil ik wel gewoon 12 maanden kunnen missen. Zodat als er correcties zijn, dat, ik tijd, dat er tijd ook is om die correcties weer uh, op te vangen. Dat uiteindelijk de prijs weer gaat stijgen. Zodat je niet jezelf een overexposure krijgt in crypto. Maar ja, dat zijn echt wel hele interessante tijden hoor. Nou, dan ga ik ook nog even een moment uh, nemen om na te denken over de. Uh, ja, wat is nou een ongelooflijk bearish argument. Waardoor Bitcoin nu teruggaat van 52.000 dollar terug naar 20.000 dollar. En hier komt hij. Ja, dat was gewoon echt stilte. Ik zie dat zeker niet op de korte termijn, zo'n bearish argument dat dat gaat gebeuren. Ik ben super bullish en natuurlijk moeten we scherp blijven. En ik denk dat we ook vooral optimistisch blijven voor de kansen die voor ons liggen. En dat heel scherp op je netvlies hebben ongelooflijk belangrijk is. Dat het belangrijk is om aan de bal te blijven. Belangrijk is om op te blijven letten en niet emotioneel te worden en vooral kritisch te blijven ook naar elkaar en geef vooral je feedback in de comments onder deze video als je ook vindt van het wordt ook jij mag ook wel even weer iets scherper daarop zijn laat het vooral weten we gaan er een mooie reis van maken met z'n allen en ik wil je weer bedanken voor het kijken en het luisteren en je aandacht en ik wens je nog een hele mooie avond en als je deze morgen ziet een hele fijne dag en tot de volgende